allemaal en welkom bij de tweede aflevering van Bobbelhap. Vandaag heb ik een hele speciale gast. Ze is super zwanger. Een van mijn beste vriendinnen. Sorry. Hier is Lotte. Welkom. Hallo, dankjewel. Welkom in deze show. Leuk dat ik hier mag zijn. Ja, heel gezellig. Ik voel me helemaal alsof ik een gast ben in een talkshow. Ja, dat ben je ook. Ja. Kijk, we zijn echt in een talkshow. Zou jij voor de mensen die jou niet kennen eventjes kort willen vertellen wie jij bent? Ik ben Lotte, ook wel bekend als Liefslotte. Ik ben content creator of influencer, zoals veel mensen het vandaag de dag noemen. En ik creëer content over mijn leven eigenlijk. Een beetje hetzelfde als wat jij normaal gesproken doet. Mm-hmm. En ik ben op dit moment inderdaad zwanger. Super zwanger. Kan je een beetje iets showen? Ja. Kan je het zien? De baby. Ja? Kan je hem zien zo? Ja. Le bébé. Very pretty. Ongeveer halverwege ben ik nu. Ja. Dus ik hou heel erg van eten. Normaal gesproken al, maar nu nog meer. Ja, want dat wou ik toch nog even vragen. Een beetje standaard. Maar heb je nou cravings? Ik weet dat je ijs niet meer zo lekker vindt. Ja, ik vind het wel nog steeds lekker. Nee. Maar niet meer dat ik denk, oh, ik moet het echt elke dag of zo. Nee. Dus ik eet heel veel knoflook op dit moment. Sorry. Heerlijk. En stamppot. Oh ja. Aardappel en zo, hè? Ja. Grappig. Ja, Duits, hè? Duitse roots. We noemen onze kleine baby, de werktitel is ook kneudel. Ja, zo schattig. Kneudel is een aardappelgerecht in het Duits, dus. Echt leuk. Ja. En ga je vandaag ook iets Duits maken? Nee, het is Grieks of Turks. Ik ga vandaag tzatziki maken, een frisse tzatziki. Het is eigenlijk mijn moeders recept, dus ik hoop dat mijn moeder het niet erg vindt dat ik het nu met jullie allemaal deel. Dat zijn de beste recepten, vind ik. Ja, altijd. Echt hè? Ja. Van je ouders, van huis uit. Dan deden we vroeger altijd met het gezin echt zo'n heel gezellig Grieks tapasavondje. Heerlijk. Met allemaal hapjes, olijven, gegrilde aubergine, Turks brood, tzatziki en tomaatjes en gevulde wijnbladeren en zo. Heerlijk. En, ja, dat past echt perfect bij dit seizoen ook. Want in dit seizoen gaat alles over borrelen. En Griekse hapjes zijn toch ook wel vaak echt borrelsnackies. Klopt. Ik heb er helemaal zin in. Ik ook. En dit is echt jouw go-to ding als je verjaardag hebt of zo, maak je dit meestal wel. Klopt, hè? Inderdaad. Ja, want het is gewoon ook altijd een succes. Iedereen vindt het lekker. Ik krijg wel soms te horen van jeetje, wat veel knoflook. Maar iedereen vindt het wel echt lekker. Altijd. Nou, het viel mij nog mee wat jij had opgeschreven. Maar laten we even gaan kijken welke ingrediënten jij erin hebt. Het eerste ingrediënt is 500 gram Griekse yoghurt. Of dus, je kunt het ook doen met skyr. Dat doe ik thuis ook regelmatig. Dan heb je net wat meer proteïne en net wat minder vet erin. Maar ik mocht kiezen. Ja. En ik zei tegen Lot, de Griekse yoghurt ga ik even reclame maken. Maar die van de Lidl is zo lekker. Die is echt, heel veel mensen kennen die niet. Die is zo romig. Ik ben benieuwd wat je ervan gaat vinden. Ja, ik ben sowieso wel dol op de Lidl. Ik dus heb je die niet als sponsor kunnen krijgen? Nee, misschien ooit. Nee, maar die yoghurt, oh, dat, ik ben benieuwd, want we maken dus echt jouw recept. Maar dus met een yoghurt die jij dan niet kent. Ja. Toch? Ja. Verder heb je nodig 1 komkommer, 3 teentjes knoflook, verse munt, verse peterselie, gedroogde dille, zout en peper, sap van een halve citroen en 1 theelepel extra vierge olijfolie. Heerlijk. En ik heb dus die knoflookbollen. Ja, misschien dat we de helft gebruiken? Ja, ik denk dat we die andere helft dan misschien voor mij gaan gebruiken. Oké, dan gaan we nu naar de how-to. Yes! Nou, het eerste wat je gaat doen is het schillen van de komkommer. Want die schilletjes erin zijn niet per se heel lekker. Oh, doe jij die er niet bij? Nee. Oh, grappig. Jij wel? Ja. Zou jij het dan pureren bijvoorbeeld? Of door een vergiet halen of zo? Ik maak hem sowieso denk ik anders dan jij. Ik rasp hem en dan ga ik hem in een zeef met zout. Zodat al het vocht eruit komt helemaal laten uitlekken. Oh. Maar we maken jou het natuurlijk. Ja, dit is hoe ik het doe. Ik schil hem altijd eerst. Ik heb echt van komkommer. Ik ook. Dit mag dus niet wat ik nu doe, hè, naar je toe. Dat doe ik ook hoor. Ik schil ook naar me toe. En ik snij er ook al te veel af. Hij was gewassen. Ik vind het heel moeilijk. Ik snij echt onwijs veel eraf. Ik heb deze al af, joh. Dan doe ik die. Het gaat hier een beetje food waste. Het wordt tzatziki met 3/4 komkommer. Lekker. Kan ik vast gaan rapsen? Een rapsen? Raspen, sorry. Ik mag het niet meer. Jij kent die wel, toch? Kaas, raspen en boekje. Ik moet daar meteen aan denken. Je gaat hem met de grove kant raspen. Zodat we echt een soort van sliertjes krijgen. Maar ik vind het altijd wel lekker als je ook echt stukjes komkommer proeft. In plaats van alleen maar de smaak van komkommer. 100%. Ik vind het er altijd grappig uitzien. Ik hou echt van dingen raspen. Ja, het is eigenlijk heel satisfying. Ja.
Moeten we hierbij praten? Want ik ben helemaal in de zone nu. Nee. Yummy. Grappig dat jij me scheelt. Ja, grappig dat jij hem niet scheelt. Het kontje dat... Ja, dat mag eraf. Dat mondje. Wil jij weer verder met rapsen? Met kontjes. Dan is het dus de bedoeling dat we deze sliertjes ietsje fijner gaan hakken. Wow, wat dat vocht. Zo. Juice. Mijn moeder zou dat echt gaan optrekken. Wow. Ja, dit kan je als je het zeg maar echt, als je zero waste ja. En zo wilt doen, dan kun je dit natuurlijk ook gewoon opdrinken inderdaad. Dit is gewoon komkommerwater. Het is best lekker. Of je maakt er een sapje van of een smoothie. Exact. Maar meestal is het bij mij zo'n dingetje dat ik een soort van haast heb. Weet je wel, een beetje last midden nog een soort van party iets wil maken. Dat weet ik nog op jouw verjaardag toen. Ja, stonden we nog met z'n allen in de keuken alles te maken. Terwijl het duurt helemaal niet lang. Daarom is het ook een fijn iets om te maken. Komkommer zit in de zeef. Dan kun je een beetje zo heen en weer schudden. Wat een juice. Wat een juice. Wat een juice. Oh, dit ziet er echt lekker uit ook. Ja, ik zou het opdrinken. Je kunt het nu dus fijn soort van stampen. Ik doe altijd veel bij mijn hand. Ja, ik ook. Maar ik weet niet hoe smakelijk dat eruit gaat zien. Dus je kunt hem pletten met een aardappelpuree stamper. Ja. Moet ik hem dan pletten? Ja. Maar jij vindt het dus wel lekker als er wat van dat water in zit. Ja, omdat daar ook veel smaak aan zit. Snap ik wel. En deze yoghurt is lekker dik, dus het is niet erg. Nee, het hoeft niet helemaal vochtvrij te zijn. Precies. Maar dat is wel een goede tip inderdaad, want sommige yoghurt is natuurlijk wat dunner. Ja, precies. Is dit goed? Of meer? Nee, dit is goed. Oké. Okay. Perfect. Dan gaan we dit nu dus fijner hakken. Ik ga dit gewoon eventjes recyclen, dit sap. Oké. Okay. Hoppa. Zullen we dit proeven? Ik zet deze even... Doe jij maar. Oké. Okay. Dan giet ik dit alvast hierop. Oh, dat doet me denken aan sapkuur. Ja, precies. Maar het is wel oké. Ik ga het koud zetten. Ik vergeet soms dat mijn buik uitsteekt. Dus altijd als ik iets uit de kraan wil pakken. Water dus. Ja. Iets. Wat pak jij allemaal uit de kraan? De kraan zit niet wat verder weg. Dus dan hier stoot ik heel vaak eerst met mijn buik tegen het aanrecht. En dan, oh ja, dan moet je zo voorover hangen. Maar koken lukt nog. Ja, zo dik ben ik ook nog niet. Ik heb nu dus wel dat mensen op straat er iets over zeggen. Ik ging naar het ziekenhuis van de week en moest bloed prikken. En toen liep ik langs een vrouw en die zei, oh, wat een schattig buikje. Oh, dat is wel lief. Ja, en laatst ook, toen was ik Bolly en Lilo aan het uitlaten. Kwam ik langs een beetje een vreemde vogel, om het maar zo te zeggen. Toen zei hij dus ook van, oh ja, deze twee kunnen je dan wel goed beschermen, denk ik. Nu je zwanger bent. Dat vind ik dan toch dat wel lief. Cute, als mensen dan zo lief erop reageren. Ja. Ik heb ook een pers trouwens. Wil je liever dat ik een pers? Ja, misschien wel. Omdat het dus niet gebakken wordt, is het wel fijn als het geperst wordt. Dan gaan we persen. Ja. Dat ga jij binnenkort ook doen. Ja. Oh my god. Laat. Ik hoop dat dat nog lang duurt. Ja, dat snap ik. Het recept staat trouwens altijd dus op de Instagram pagina. En daar zal ik ook gewoon even met teentjes het opschrijven. Want een bol voegt niks toe in dit geval. Ik heb nu dus een halve bol. Ik heb hem nu fijn gesneden, maar had niet gehoeven dus. En mag deze dan hier meteen in? Ja hoor, in principe wel. Oké. Okay. Ja. Ik doe dus vaak de knoflook nog even apart, omdat ik dan bang ben dat het te veel is. Oh. Doe jij dat niet? Nee, ik vind nooit te veel knoflook. Dus dit durven we aan? Ja. Ik ook hoor, ik hou echt van knoflook. Ik ook. Als je dus ietsje minder van knoflook houdt, dan kun je het natuurlijk wel zo doen als Charlotte zegt. Dat je dan de knoflook een beetje voor beetje erbij doet. Ja. En het gewoon zo naar smaak. Ik vind het altijd zo irritant om schoon te maken. Ja, dat is het ook. Ik gooi het altijd gewoon in de vaatwasser. Maar dan krijg ik het er vaak uit met knoflook nog hoor. Jij niet? Nee, eigenlijk niet. Het is ook ondertussen klaar, dus de komkommer kan er ook bij. Lekker. Nou, gooi er maar bij. Honey. En we moeten nog even de kruiden. Ja, hij is best nat dus, zie ik. Maar dat is dus... It's okay. Ja, ik vind dat lekker. Ja. Veel komkommer. En ik vind eigenlijk de kleur heel mooi zo zonder schil ook. Ja? Ja. Heel helder. Yoghurt? 500 gram, hè, hadden we gezegd. Voilà. Zat ook in de vorige aflevering. ASMR. Zal ik het erbij gooien? Vind jij het wel lekker warm, moppie? 46 gram. Oh, deze yoghurt. Ik ben zo benieuwd wat je gaat zeggen. Ja, hij ziet er wel goed uit. Hij is niet normaal. Ik heb het dus al heel lang niet met yoghurt gemaakt. Omdat wij het tegenwoordig eigenlijk vaker met skeer eten. Maar zie je de room hierin? Ja, daar verheug ik me ook wel echt op hoor. Want je denkt, oké, 10% vet. Maar echt niet elk merk is hetzelfde hoor. Nee. Deze bakjes, ja, mijn vriend eet dat echt heel graag. Zo. Wat is dat? Gewoon normale yoghurt? Het is dezelfde in een klein bakje. Ja. En dit is echt veel. Maar ik dacht, voor de tzatziki is dit handig.
Dit met muesli en zo, het is zo lekker. Ik ga niet dit aflikken of zo, dat vind ik echt vies. Nee, dat zou ik ook niet doen. Heb jij, terwijl je trouwens nu zo aan het roeren bent, misschien voor de kijkers een gouden kooktip? Jazeker, heb ik die. Komt-ie. Mijn gouden kooktip is altijd tussendoor proeven. Ah, ja. Jij zei het net al, als je met een keukenmachine werkt, dan gooi je eigenlijk alles erin en dan heb je eigenlijk alleen het eindproduct. En dat er dan soms te weinig van iets of te veel van iets in zit. Ik proef echt alles tussendoor 100 keer wat ik maak. Zodat je gewoon zeker weet dat het ook echt op smaak is. En ieder heeft ook een eigen smaak, hè. En juist bij nieuwe gerechten, kijk, ik heb deze tzatziki al 100.000 keer gemaakt. Nou, dan proef ik ook tussendoor omdat ik het gewoon lekker vind. Maar juist ook bij nieuwe gerechten, zij kunnen wel zeggen een snufje zout, maar ik hou echt van zout. Dus voor mij is een snufje veel meer dan voor de buurman waarschijnlijk. Ja, goeie. Nou, hier krijg je alvast een beeld van hoe het er straks uit gaat zien. Het is dus geen gladde tzatziki. En wat mij opviel, is dat jij dus schreef op het boodschappenlijstje dat er gedroogde dillen in moest. Ja, dat moet niet, maar dat doe ik zelf wel altijd. Niet verse. Ja, mag, maar ik heb dat eigenlijk nooit gedaan. Oh, maar omdat je gewoon dat in je keukenkastje had? Ja. Ah. Fijn hakken? Ja. Maar hoeveel? Zoiets of meer? Ja, nee, zo is goed. We kunnen altijd later nog meer toevoegen, hè? Want straks gaan we het dus doorproeven. Nou, ik doe altijd alles een beetje zo fijn pletten, maar dat is gewoon de lazy manier. Dan kan je het makkelijker hakken. Maar met kruiden is het ook zo, met verse kruiden, dat de echte smaak komt pas los als het gekneusd wordt. Dat is echt zo. Ook met cocktails of zo, als je met munt werkt, moet je het echt even... Klopt. Je kan er wel een heel blaadje in doen, maar dat proef je bijna niet. Nope. Lekker. Lekker. Ik denk ook dat we er straks nog meer in kunnen doen, hoor. Dus ik denk ruim het maar niet helemaal op. Oké, ik gooi ondertussen de dillen erbij. Daar doe ik er gewoon alles van in, want ik hou echt van dillen. Ja? Er is meer, hoor, als je wil. Nee, dit is goed. Maar is dan zeg maar de kruidenverhouding wel 1:3? Of hoe noem je dat? Een derde van alles of iets meer dillen? Ik denk dat ik altijd neig naar iets meer dillen. Weet je waarom ik zo van dillen hou? Dat maakt een gerecht meteen zo fris. Ik ben dus, denk ik, van alle kruiden het minst fan van dillen. Oh, echt? Ja, maar waarom? Omdat ze het altijd bij zalm en zo, bij IKEA-gerechten en dat soort dingen. En dat klinkt niet zo lekker. Maar mijn kruidboter die ik binnenkort ga maken, heeft ook dillen erin. Oh ja, dat is super lekker ook in kruidenboter. En niemand verwacht dat. En dat maakt het dus heerlijk. Dus ik snap, ik ben heel benieuwd hiernaar. Want ik weet dus niet of ik dat zelf ooit er wel eens doorheen heb gedaan. Wil je het tussendoor proeven of wil je... Ja, ik heb eigenlijk heel veel zin om te proeven. Ik zou dan eerst zout erbij doen, want er moet sowieso zout in. Wat ik al zei, ik hou heel erg van zout. Dus wat mij betreft kan dit er gewoon allemaal in. En nog geen peper zit erin, hè? Nee, en ook nog geen citroensap. En nog geen olijfolie. Oh, hij is romig, hè? Ja. Oeh, de knoflook is perfect. Ja. Hij is lekker. Hij is lekker. Kijk, als blij zijn. Er moet wel nog meer zout in, vind ik. Ja. Maar proef je ook die komkommersmaak. Heerlijk. En er zit nog geen olijfolie door. Oh, dat is zo lekker nu al. Ik ben helemaal blij. Ik doe nog een beetje zout. En eigenlijk is het met tzatziki zo dat als je hem een paar uur van tevoren maakt, of het liefst zelfs een dag van tevoren, dat dan alle smaken echt het lekkerst met elkaar gaan mixen en zo. Dan is die eigenlijk het lekkerst. Ja, en dan moet je hem denk ik wel even goed hebben uitgelekt, die komkommer. Zodat je niet de dag erna een waterig laagje krijgt. Oh, dat vind ik wel vies. Nee, dat heb ik ooit gehad. Dat was geen succes. Nee. Ik wil dat jij dit doet, want jij bent hier beter in. Hoezo? Ja, omdat ik ben echt niet van de garnering en het mooi afwerken. Ja, maar we gaan hem toch nu nog er doorheen roeren? Ja, oh ja, dat is waar. Oh, zien jullie hoe lekker dit eruit ziet? Ja. Ik zou gewoon serieus een lepel kunnen pakken en gewoon dit op kunnen eten. Oh ja, ik eet het ook heel graag gewoon zo zonder iets erbij. Oh, dat ziet er echt... Dit is toch perfectie? Ja, dit is echt... Oeh, dat was de broodrooster, hè? Wow. Oké, cheers. Oh mijn god, dit is zo lekker. Ja. Oh, die pitjes. Heb jij daar een truc voor? Je hand eronder houden? Oké. Heerly. Zo lekker. Oké, ik doe het eerst even zo. Ja. We hebben nog niet eens de officiële taste-test gedaan. We zijn gewoon tussendoor het aan het proeven. Ja, maar dat doe ik dus. Lekker. Ik heb mijn handen wassen. Ja, ik pak even een leuk schaaltje. Jij wil nog een beetje olijfolie er doorheen, hè? Wat je ook kan doen is dat brood lekker in reepjes snijden en zo dippen. Ja. Alrighty. Ik vind dat jij hem nog even moet proeven of die echt goed is. En dan gaan we daarna de echte taste-test. Je had deze gespoeld, hè? Ja. Of hij à la Lotte is. Je vindt hem echt super lekker, hè? Vind je hem lekkerder dan met skier? Ja, hij is misschien ietsje romiger inderdaad. Dat is wel echt heel lekker, ja. Hij is mooi, hè, ook. Ja. Je ziet, ik vind die gedroogde delen dus heel leuk.
Want dat geeft een tweede soort effect. Het is anders. Oh, wat mooi. Zo? Of ja? Nog één schepje? Nog een schepje. Kleintje misschien. Ja. Woehoe. Munt. Ja, je kunt, vind ik altijd cute om het een beetje zo bijvoorbeeld erin te prikken. Ik heb eigenlijk volgens mij nog nooit echt een boterham met tzatziki gegeten. Ja, dat is lekker. Ik doe dat wel vaker als ik over heb de volgende dag. Lekker. Lekker dik mag het ook wel. Heel lekker. Hoe zou jij dit serveren? Wat is jouw go-to serveermanier voor tzatziki? Nou ja, of met echt allemaal van die Grieks-Turks-achtige hapjes. Voor een soort borrelachtig idee. Maar waar het ook echt super lekker bij is, is als je een gerecht hebt waar naanbrood bij zit. Dus bijvoorbeeld denk aan een curry met linzen en allerlei groenten erin. Of bij een couscoussalade is dit ook echt super lekker. Dat maakt het helemaal af. Gaan we proeven? Ja. Oké, dan is het nu tijd voor de taste test. Oh, die citroen is heel lekker erbij. Ja, hè? Het maakt het zoveel frisser nog. Mm. Het is echt lekker ook op dit brood. Heerlijk. Oh, dit is echt... Ik vind het gewoon een 10. Jij ook? Het is echt goed gelukt ook. Perfect. Lekker trots zijn. Ik ben ook trots op dit. Dit is zo lekker. Ik wou dat we een liter hadden gemaakt. We hebben het er net over dat we deze hele bak echt helemaal willen opeten. Eigenlijk nog een broodje, maar die bewaren we even voor de volgende dip. Ja. Maar voor jij hebt ook nog een leuke dip. Ja, en ik denk dat die er heel goed bij past. Maar voor we doorgaan naar mijn dip, is het tijd voor de kookwekker. Oké, Lot, 5 vragen. Die je zo snel mogelijk moet beantwoorden, maar we willen natuurlijk wel een beetje wat dingetjes horen. Dus niet veel, maar wel. Okay. Wat mag er niet ontbreken op een goede borrelplank? Nou, sowieso mijn tzatziki natuurlijk. Ja, heerlijk. Heerlijk. Maar ook kaas. Ja, ik hou echt van kaas. Maar jij bent best wel bang dat er heel veel kazen niet mogen als je zwanger bent. Maar dat valt echt mee. Dat valt ook mee. Maar je moet er gewoon heel erg op letten dat er geen rauwe melk in zit. Maar ben je er al achter dat er best veel gepasteuriseerde lekkere kazen zijn wel? Maar ook heel veel niet. Want bijvoorbeeld parmezaanse kaas is hard. Dus iedereen denkt, oh dat mag. Maar je hebt heel veel parmezaanse kazen waar gewoon rauwe melk in zit. En oude kaas? Nee, die mag bijna altijd. Ja, en de feta heb ik ook gecheckt. Want we gaan straks met feta. Ja, dat mag eigenlijk ook altijd. Lekker. Ja, ik ben ook gek op kaas. Wat kook je als je even snel iets in elkaar wil flansen? Couscoussalade vind ik dan wel lekker. Ja? Want dat kan eigenlijk een beetje met alles wat je nog in huis hebt. Je kan er van alles bij doen natuurlijk. Maar het enige wat echt warm hoeft te worden gemaakt is de couscous. En verder kan je er gewoon tomaat, komkommer, et cetera bij doen. En tzatziki. Tzatziki. Nee, dat is wel een goeie, ja. Je date komt vanavond voor het eerst bij je eten. Wat maak je? Ga je je best doen? Ja, ik zou wel echt mijn best doen. Ja? Ja, ik zou denk ik dan gegrilde aubergines maken met een frisse salade erbij. Oh, lekker. Ik hol hem dan uit en dan snij ik dat in kleine stukjes. Oh. De vulling is onder andere aubergine, van wat je hebt uitgehold. Ja. En daarbij dan nog tomatensaus en allemaal lekker. Wil je dat een keer voor mij maken? Dat is ook mijn moeders recept. Oh, mijn vader maakt dus ook het aubergine uit de oven. En ik kan dat niet zoals hij dat kan. Ik kan het ook nog steeds niet zoals mijn moeder het kan. Die kan het echt... Chef's maar is het allerbeste. Dat maar... met tzatziki. Ja, dat is ook heel lekker. Heel lekker. En dan gewoon een groene salade erbij, dat is ook lekker. Oh. Oké, de volgende. Dit is je laatste dag op aarde. Wat ga je sowieso nog eten? Kaas. Ja, als het ook niet meer uitmaakt, dan zou ik gewoon echt alle kaas gaan eten. Ja? Als het mijn laatste dag op aarde is. Maar ook voor je zwanger was? Kaas? Ja, weet ik niet. Misschien is mijn antwoord nu een beetje... IJs? Ja, ijs inderdaad ook. Ja, ik denk toch heel cliché ook McDonald's. Ik zou heel veel chips, McDonald's, kaas. Ik hou heel erg van zout en harten, knoflook. Lekker. Misschien toch ook wel... Tzatziki? Ja, sushi wilde ik zeggen. Dat is ook echt zo'n cliché antwoord. Maar ja, vind ik toch ook wel echt lekker. Maar dan wel goede sushi. Ik zou 100% sushi kiezen. Ja, dat dacht ik al. Last question. Wat is jouw guilty pleasure op het gebied van eten? Ja, ijs toch wel. Ik hou dus ook heel erg van stamppot met echt van die vieze, dikke, bruine jus. Dat is ook echt spek. Ja. Ja, maar die moet dan wel echt bijna aangebraden zwart zijn, zeg maar. Dat vind ik zo lekker.
En echt ook rookworst. Terwijl ik eet bijna geen vlees. Maar dat is echt mijn guilty pleasure. Andijviestamppot met echt die goede, dikke, bruine, romige jus. Grappig. Echt heel anders dan ik zou kiezen. Maar echt leuk. Wat zou jij nou kiezen? Ja, mijn guilty pleasure is misschien wel dat ik het liefst gewoon hele zak naturel chips zou leeg willen eten, bijvoorbeeld. Ja. Ik heb er nog niet echt over nagedacht, eigenlijk. Ik hou ook echt van naturel chips. Zo lekker. Ja. In ieder geval hartige dingen. Ja, ik ook. En misschien en ijs. Gewoon, ik denk ook wel dat vette, ongezonde vlees. Juist omdat we dat zielig vinden voor de dieren en dat niet zoveel eten. Vind ik dat wel zo'n 1 euro burger van vroeger bij de Mackie. Oh ja, dat is een dubbele guilty pleasure dan eigenlijk, hè? Zo lekker, ja, precies. Goeie, ja. Oké, dat was hem. Oké. Dan was dat de kookwekker en dan is het nu tijd voor... Wat van Charlotte. Oké, we gaan dus weer de keukenmachine erbij pakken. Oké. De dip die ik ga maken is geroosterde paprika dip. Lekker. Zeg jij paprika of paprika? Paprika. Ik zei paprika, toen zei iedereen het is paprika en nu zegt iedereen weer het is paprika. Is dat een trendgevoelig ding of zo? Want ik heb gewoon altijd paprika gezegd en daar blijf ik ook bij. Ja, omdat je denkt pa-ri, toch? Het is geen dubbele P, maar het, het schijnt niet te kloppen. Ik weet het allemaal niet meer. Dan zou het bijvoorbeeld paprika moeten zijn. Paprika? Ja. Maar deze paprika. Niet. Het is gewoon paprika. Anders hadden er toch twee P's gestaan. Ja, maar er is een soort regel blijkbaar met de R. Ja, met de klemtoon. We gaan dus geroosterde paprika dit maken. Hiervoor heb je wel iets van een keukenmachine of staafmixer. Dus nooit een blender, wat dan ook nodig. Maar met de hand wordt het een beetje lastig. Oké. Okay. En vorige week maakte ik zwarte knoflookboter. En toen vertelde ik al dat mensen daarvoor echt terugkwamen naar de zaak. En dat was dus ook bij deze dip. Dus ik dacht, die moeten in de eerste twee afleveringen. Oeh. En dit is ontstaan omdat ik voor Koningsdag, toen waren we nog niet open, wilde ik een dip maken die een beetje oranje was. En toen heb ik maar gewoon random wat gedaan. En dat was, iedereen was helemaal van, wat, het is zo lekker. Oeh. Ja, en die bleef er toen gewoon in. Oké, we hebben nodig 285 gram geroosterde paprika's. Dat is gewoon één zo'n bot. Heb je een iets ander gewicht, pas dan de rest van de ingrediënten ook een beetje erop aan. 110 gram nu kan ik het niet eens goed meer zeggen. Geraspte oude kaas. Lekker. 100 gram feta. En de feta vind ik heel lekker van Melkan. Okay. Dat is echte feta met geit- en schapenmelk, maar niet zo sterk als sommige feta's zijn. 1 knoflookbol. Ik heb het recept teruggezocht, maar ik heb het dus al 8 maanden niet gemaakt. Dus ik ga voor de zekerheid weer die knoflook een beetje apart houden. 1/3 rode peper, en dit is optioneel. Hou je niet van peper, is het echt net zo lekker zonder. En als garnering heb ik dan wat fijn gemalen en grof gemalen chilipoeder. Oh, leuk. Lekker. Ja. Ik hou wel van pittig trouwens. Jij ook, toch? Ja, dus we gaan hem er nu wel gewoon doorheen doen. Lekker. Deze paprika's zien er super mooi uit. Ik ken ze niet, maar ik neem aan dat ze gewoon super lekker zijn. Je moet ze even laten uitlekken. Kijk, deze zijn dus in olie. Ja. Ik had ze altijd in water. Ik ken ze ook vooral eigenlijk in olie, juist. Ja? Eigenlijk weet ik wel dat als het iets in olie zit, is het vaak wel nog lekkerder voor de dip. Klopt, dus. Ja. Als eerste gaan we de knoflook in de keukenmachine doen. Ik denk dat we misschien wel genoeg hebben aan deze. Ik denk het ook eigenlijk, als ik de hoeveelheden zie. Maar het is natuurlijk jouw dip. Dus... We gaan gewoon even een halve doen. Deze hebben we dus nog over van de tzatziki. Daar hebben we ook de helft uiteindelijk maar gebruikt. Lekker duurzaam. Ja. Hadden we in de vorige aflevering ook. Hebben we het ook herbruikt. Helemaal top. Tuurlijk. Dit is heerlijk. En nu is je dus al lekker fijn. Dan hebben we dus feta. Dit is 200 gram. Ik hak hem even door de helft. Het is zo chill, want je gooit het er gewoon in. En dan ben je al klaar. Ik vind het wel spannend dat ik nu dus paprika's gebruik die ik nog nooit heb gebruikt. Ja. En dus olie bevatten. Dus misschien wordt hij wat vettiger, maar je moet het gewoon lekker doen. Kijk hoe mooi deze zijn. Ze zijn toch echt very pretty? Ja. Prachtig. Dan gaan we die er ook lekker doorheen malen. Kleur, ja. Zo makkelijk, hè? Zie je, die kleur is fantastisch. Maar deze zijn best wel rood, dus ik dacht dat die misschien niet oranje zou worden. Maar hij is nog steeds echt super pretty. Ja. Tegenwoordig zie je dus heel vaak, bij vooral Turkse zaakjes en zo, paprika met feta. Maar volgens mij doet niet iedereen er dus oude kaas bij. Dat maakt het echt heel lekker en ook wat dikker. En eigenlijk moet je deze dip bijna een nacht het beste laten staan. Ja, zodat dan alle smaken goed samenkomen. En dus vooral de structuur. Ah, oké. Okay. Ja. Ik had eigenlijk de peper na de knoflook erin willen knallen. Maar dat was ik even vergeten. No. Maakt niet uit. Zoiets. Ja, goed. Zo.
hoor. Oké. Okay. We gooien hem er nu in. Moeten we hem even goed malen. Want je ziet hem nu niet meer. Wow. Splash. Yeah. Maar waarom je hem dus moet laten intrekken is niet zozeer alleen voor de smaken. Maar juist echt voor die structuur. Hij is best wel nog redelijk nattig, zeg maar. Oké. Okay. En die oude kaas gaat uiteindelijk, denk ik, dat is mijn theorie, dat vocht opzuigen. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dus hij wordt later lekkerder. Oh. Nu gaat de kaas erbij. Makkelijk, hè? Ja. Bijna alsof er geen liefde in zit, maar het is gewoon heel simpel. De oude kaas. Voilà. Ik wil ook zo'n keukenmachine als ik een grote keuken heb. Het is wel inderdaad, omdat het hier groot is, dacht ik het kan wel. Maar anders word je gek, het staat in de weg. Ja, het is ook niet echt zeg maar een mooi apparaat. Helemaal niet. We zijn serieus al klaar. Ja, prima toch? Easy, hè? Ik laat je ook niks doen of zo. Nee, ja, maar het is zo doen. Makkelijk. Ja, dat kan je ook niet echt met z'n tweeën doen. Nee, ja, samen het erbij gooien, heel romantisch. Ja. Ja, nu is het dus echt zo dat hij eigenlijk even moet staan. Maar daar hebben we nu geen tijd voor. Oh, hij is hartstikke mooi. Dit is de eerste keer heb ik er broodkruim bij gegooid. Oh, want je dacht dat het is zo dun. Ja. En hij werd dus de dag erna ineens super dik. Maar deze is al best... Ja, hij ziet er best goed uit hoor. Ja? We moeten even gaan proeven. Ja, ik denk dat hij nu ook goed smeerbaar is voor op onze lekker toast. In mijn recept zag ik dus geen zout of peper staan. Dus ik ben benieuwd. Okay. Ja, maar het zijn natuurlijk ook best wel sterke smaken die erin zitten. Ja, en feta is ook zout. We gaan gewoon even proeven. Ja. Mm. Lekker, hè? Mm. Proef je dat zure van die feta? Ja, er hoeft echt geen zout of peper bij. Hij is af. Ja. Ja, dit is echt lekker. Perfecto. Dan gaan we even in een mooi bakje doen. Ja. Ga ik het ding wegeten. Heerlijk. Mooie kleur. Ja, is prachtig. I love it. Een wit bakje is leuk. Dit vind ik ook wel een mooie optie. Oh ja, dat matcht goed met dat oranje. Ja. Rood oranje. Vind ik ook heel mooi. Ja, toch? Deze dat vind ik ook. Denk ik doen. Dit kan, zou ook kunnen, maar... Ja joh, van alles kan eigenlijk. Welke zouden jullie kiezen? Kies jij maar, Lot. Ja, ik vind donkerblauw het mooiste. Ja, hè? Ik ook. Kleur. Same. Ik hou ook echt van gewoon sterke smaken. Ja, ik heb mijn recept ook wel een beetje aangepast op de gast. Oh ja. Dat ik zeg maar dacht dat diegene dat lekker zou vinden. Oeh, hij is heel mooi dik. Ja. Ziet er perfect uit zo. Voor een dip, toch? Niet de randjes aanraken, daar kan ik echt niet tegen. Dat is zo lelijk. Wat me nu trouwens ook mooi lijkt, maar dat, nu ik er zo naar kijk, is om een klein beetje feta te brokkelen. Oh ja. Als je dat toevallig over hebt, want dat hebben we nu. Dit lijkt me wel pretty. Ja. Dat is wel cutie. En peterselie is eigenlijk altijd goed. Ja. Ik hou echt van color blocking. Maakt het toch altijd gewoon af. Ja. Ik voel me net Rudolf, of hoe heet hij? Hugo. Of Roberta. Is die er ook nog? Au! Oh! Super heet. Zie je dat als je dit hier nu zo opsmeert, dat je echt die garnering wil? Nog, qua kleur en zo, heb je dat ook? Ja. Nu lijkt het net filet Amerika. Dit is echt dezelfde kleur. Ik snap wat je bedoelt, ja. Zo. Ik smeer niet 100% randje, omdat dit er wel mooier uitziet. Satisfying. Ja, dat heb ik ook zo gedaan. Pretty! Alsjeblieft, madame. Dank u wel, mevrouw. Een beetje chilly. Ik sta hier gewoon voor de sier. Je staat hier te kijken naar de chef. Een beetje zoals vrouwtje bij 24 Kitchen. Ik weet niet of je het al eens hebt gekeken. Ja, vroeger. Dan is het nu tijd voor de taste test. Kijk, jij blij zijn. Welke wil jij? Ja, ik heb ook zin om het op te eten. Lekker. Deze. En dan zie je ook, zo simpel kan het zijn. Hè? Rooster een broodje, knalt erop. We gaan dit seizoen alleen maar dips en dingen maken. Ja, dus. Kijk lekker. Cheers. Bon appetit, hi. Eigenlijk passen ze wel bij elkaar, die twee dips. Ja. Heel erg. Ja. Hij is wel een beetje pittig, proef je? Ja, alsof dat rode pepertje nu opeens beter doorkomt dan net tijdens het blenden. Of door de chili erop. Oh. Ik vind ze wel een beetje in hetzelfde straatje. Ja. Beetje romig, beetje zuur. Ja, feta of knoflook. Knoflook. Ja. Volgens mij is dit ook een beetje Grieks. We hebben gewoon een Griekse aflevering. Ja. Heerlijk. Mm-hmm. Dan moeten we hem gaan afsluiten en het lekker gaan opeten. En die hele bak tzatziki gaan leeglepelen. En deze. Oké, willen jullie dus de recepten precies teruglezen? Dan moet je even naar de Instagram gaan van Babbel. Daar heb ik zo'n template. Leuk. Met
de ingrediënten en de how-to. En misschien ook wat leuke snippets en dat soort dingen. Dus ga daar zeker naartoe. Vond je het leuk? Ja, zeker. Ik vond het ook echt superleuk en heerlijk. Heel lekker. Ja, echt vet lekker gegeten. Wij stinken echt 4 uur in de wind. We moeten nu even niemand meer spreken, behalve elkaar. Ik moet straks de trein in. Dat is heerlijk. Top. En waar kunnen mensen jou volgen? Het liefst Lotte op Instagram en op YouTube en op TikTok. Ja. Oké, Lot. Nou, thanks dat je er was. En jullie bedankt voor het kijken. Vergeet niet te reageren, te liken, abonneren, te volgen. En tot volgende week. Volgende week hebben we een hele leuke gast. En dan maken we pompoendip. Dat klinkt ook echt goed. Echt een beetje healthy. Super lekker. Dus zeker kijken. Doei! Yay, it's a wrap! It's a wrap! Oh, sorry, baby. Je deed meer bij me. Sorry, baby.